Hoi hoi, hier Beate met dag 2 van de cadeautjes voor je knutselmaatje of om zelf te houden. Hè. Dat is, je kan ook een keer voor jezelf iets leuks maken, maar je kan het ook cadeau geven. En gisteren is Jolanda de week afgetrapt en vandaag ben ik aan de beurt. En dit is wat het gaat worden. Je hebt altijd wel dat als je bezig bent dat je denkt, oh ik heb nog iets nodig of... Oh, dan moet ik niet vergeten als ik weer eens een keer naar de beurs ga of als ik wat ga bestellen. En ik dacht, hoe leuk is het dan om een, een soort notitieblokje te hebben, maar die je dan ook nog zeg maar weer kan afscheuren. Want je kan hem dus gewoon een stukje naar beneden, hou hem even vast en dan kan je je papiertje meenemen. En zo zit er genoeg op om meer... mee verder te gaan. En het papier wat ik gebruikt heb, vond ik wel toepasselijk voor deze week, is de In My Craft Room van Minté. Voor deze heb ik dus het wat grotere blok gebruikt. Je kan eventueel ook wel met dit blokje, maar dan moet je ergens nog een extra randje eraan maken, want hij is wat hoger als 15,2. Maar ik vond het papiertje gewoon erg leuk voor deze week. Het is lekker zoetsappig. Maar ook wel heel schattig. Wat heb je dan nodig? Nou, ik heb toevallig al even hier opgeschreven. Dat is een kasserol. Ik heb de helft. Dit is wat jullie bij het pakket hebben. Maar dat is vrij groot. Dus ik heb eigenlijk gewoon de helft eraf gehaald. Dit is de andere helft die erop zit. En je kan dus ook als je deze op hebt... Dat dingetje wat erin zit, dat plastic dingetje, dat je hem daar weer aan vastplakt. Ik ga hem nu gewoon even met de andere helft los gebruiken, want volgens mij kan dat ook. Ik heb hem redelijk strak opgedraaid, dus ik denk dat dat goed moet komen. Natuurlijk rolt hij een beetje af. Die heb je in ieder geval nodig. Ik zet hem even hier neer. En dan een vlakke zak van 17. Een ijsstokje. Twee splitpennen. Er zit een stukje touw in je pakket. En A4 kraft. Gaatjestang heb je nodig. Zeg maar als basismateriaal extra. Een beetje lijm of tape. En twee stukjes designpapier van 9,7 bij 19,7. En die vergeet ik nog bijna. Ik had natuurlijk gezegd een leuke potlood of pen. Ik heb ooit een keer al deze potloodjes gekocht. Volgens mij in de supermarkt zelfs. En zijn naveel potloodjes vind ik altijd heel handig. Hier zit een blauwe in. Ik heb vandaag een rode. Moet ook nog ergens een andere hebben, maar werd even niet waar. Maar je kan natuurlijk ook met een pen doen. Net wat je zelf leuk vindt. Ik leg deze even aan de kant. Dit ook. Maar ik dat straks kwijt ben. En dan gaan we beginnen met de vlakke zak. En die ga ik rillen. Het is een lange kant. Op 20. Dus deze ril ik op 20. Niet te hard drukken, want dan ga je er dwars doorheen. Ik had hem eigenlijk aan de andere kant even moeten rillen, maar zo kan het ook. Dan vouw ik hem even om. Ja. En dan kan die even zo. Gaan we weer rillen en dan op 3,8. Bovenkantje mag je dus wel iets dikker, maar de rest niet, want dan ga je dwars door het zakje in. En 13,8. Dus 3,8 en 13,8. Meteen nog even iets
iets netter doen. Zo. Dat is die. Leg ik even aan de kant van, dan ga ik naar het kraft. Dan snij ik een strookje van 9,8. En nog een strookje van 9,8. En dan een strookje van 10. En dat is die als het goed is. Precies. Ja. Dus 9,8, 9,8. En dan hou je een strookje van 10 over. En anders moet je er even 10 van maken. En die van 10 snij ik af op 20. Dus heb je een strookje van 10 bij 20. Dat is deze. Ik ga het er even opschrijven. Oeh. Die gebruik ik helemaal aan het eind. En dan heb ik hier 9,8. En die snij ik af op 19,8. En ik heb er nog een van 9,8. En die snij ik ook af op 19,8. Neem meteen de pen in gebruik die ik zo meteen, of potlood bedoel ik, die ik wil gebruiken. Kijken of deze een beetje netjes zit nu. Dan moet hij ongeveer overal 10 breed zijn. Nou, die is netjes 10. Net iets krapper. Zakjes zijn natuurlijk nooit helemaal recht. Maar... Sorry voor degene die hier niet zo goed tegen kunnen, maar ik vind dit toch altijd het handigst om een beetje een scherpe vouw te kunnen maken. Dan vouw ik hem even open. Meer. En dan heb ik één strookje van 9,8 bij 19,8. En die gaat midden in dat zakje. Dus in dit vakje. Daar leg ik hem even middenin. Dan moet je aan beide kanten. Kijk. Moet er wel netjes. Zo, ja. Nu kan ik hem aan beide kanten er nog omheen vouwen. En dan lijm ik hem. Zo. Hier even een stukje vast. Dan gaat hij in ieder geval. Meer schuiven. En dan kan ik deze ook vastplakken. Dan draai ik hem even om. En dan doe ik het stukje designpapier op de voorkant. En die heb ik al op maat gemaakt, dus die moet er als goed is precies op passen. Dat doet hij ook. Ik had er ook al even tape op gedaan en een beetje geïnkt, want anders worden die filmpjes zo lang. En dit, jullie kunnen de filmpjes natuurlijk even stopzetten.
Of even opschrijven wat je moet doen en dan daarna maken. Zo. Dus het design op de voorkant. Dat is die. Dan ga ik ongeveer op. Wat had ik ook weer bedacht? Oh, dat heb ik niet opgeschreven. Even checken. Ja, erin. Op 2,5 centimeter vanaf de onderkant. Zet ik even een streepje. En dan reken ik ongeveer een centimeter uit de kant. Zo. Doe ik hier ook. Hier maak ik een gaatje. Met mijn gaatjes dan. En dan ga ik toch even de kleine gebruiken. Dus waar je die kruisjes hebt gezet, maak ik even een gaatje. En dan pak ik het ijsstokje. Die moet dan ongeveer aan beide kanten evenveel uitsteken. En dat die gaatjes een beetje in het midden zitten. Het komt niet heel precies. Bij die andere zit het stokje ook iets scheef. En dan zet ik even aan de achterkant en teken ik het rondje af. Kijken of die nou aan de voorkant nog een beetje recht zit. Ja, perfect. Kijk. Als je namelijk... Je kan het niet in één keer doorheen, want dan sloop je echt het hele stokje. Die er even uit. En nu kan ik hem beter zo maken. Maar anders gaat je stokje dwars door midden. Oh, ik dacht nu even dat hij ook dwars door midden ging. Kan gebeuren, hè? Je moet het een beetje... Het is niet helemaal zoals het de bedoeling is, maar ik zie even mijn... Nou, dan zal ik ze even met prikken niet. Ik heb hier wel een paperclip. Doen we dat wel even. Ik moet nog wel weer even dat gaatje zien zometeen. En dan moet dat stukje eruit. Dus de andere kant. En dan heb ik 2 splitpennetjes nodig. Ik hem aan de achterkant eigenlijk even weer open. Die. En die. Je kan het ijsstokje eventueel nog een kleurtje geven als je dat wil. Ik laat hem nu gewoon neutraal. Maar als je denkt, hé, ik vind het wel leuk om er een beetje inkt langs te doen... Of een ander kleurtje eraan te geven, dan kan dat. Ik zie dat deze net iets te lang is. Zo. En dan zit mijn ijsstokje eigenlijk vast. Beetje een raar. Wacht even. Er zit een klein... dingetje aan. Zo, ga mijn splitpen er vandoor.
En dan plak ik deze aan de achterkant even vast. Zo. Ja, hij zit nog aardig recht ook. Valt niet tegen. En dan heb je nog zo'n strookje van 9,8 bij 19,8. En die plak ik hier binnenin. Ik haal deze tapes er even af. En dit is echt puur voor de stevigheid. Want anders werkt het niet met die kassenrol eraan. Die is natuurlijk nog wel zwaar. Dus de kraft is echt puur voor een stukje stevigheid. Je zou het ook met grijsbord kunnen doen natuurlijk. Hè? Maar dat werd een beetje onhandig in het pakketje. En op deze manier kan het ook. En dan heb ik hem hier een beetje scheef zitten. Ik hoop dat ik er nog... Dat is het nadeel van deze lijn. Als het vast zit, zit het ook vast. Ik moet even iets meer mijn best doen. Zo. En dan komt als laatste deze er nog op. Dat is een stukje van 10x20. Je kan dit ook met tape doen, hè. Maar dat vind ik voor het filmpje net iets te lang duren. Dus ik doe het gewoon lekker bij met lijm. Even kijken. Een klein beetje lijm aan de zijkant ertussen. En dan op de achterkant nog een stukje designpapier. Daar had ik al wel tape op gedaan. Die had ik natuurlijk klopmatig gemaakt. Kijk, en dan merk je dat je best wel een stevige hiel hebt. Dan heb je nog nodig het touwtje. Van ongeveer een meter is het. En die knip ik gewoon even door midden. Dan heb ik nog een liniaal nodig. En dan zet ik op 1,5 centimeter en hier ook op 1,5 centimeter. En dan ongeveer 1,5 centimeter. Oh, ik ben niet enthousiast. 1,5 centimeter vanaf de bovenkant. En dan ongeveer hier in het hoekje. Die hoef je niet. Ja, je kan hem uitmeten als je wil, maar vind ik niet helemaal nodig. En dan mijn gaatjestang. En bij deze gebruik ik wel hier bij de stokjes heb ik het kleine gaatje gebruikt, maar hier pak ik even het grote gaatje.
En die mag er gewoon helemaal doorheen. Zo. Ook. En dan hier nog wat gaatje in de hoek. Zo. Dan heb ik nodig mijn kassarol en een stukje touw. Een van de twee. Ik zie dat hij hier. Ik doe hem aan één kant door het gaatje heen. Dan moet ik even goed kijken. Want hij moet er zo op. Dan moet hij daar. Hier gaat hij naar beneden. Zo doorheen. Kan ik hem mooi neerzetten. En dan kan ik hem weer aan de andere kant door dat gaatje heen halen. Maak ze ongeveer even lang. En dan heb ik er gewoon aan de achterkant een strikje in gemaakt. Maar dan kan je het rolletje ook nog vervangen. Als je dat wil. Plus je kan hem hier nog mee ophangen. Als je nou een haakje hebt en je wil hem ophangen ergens. Dan kan je hem hier aan vasthangen. En dan schuif je naar beneden, til je het ijsstokje iets op en dan kan je hem er zo onderdoor schuiven. Op die manier. Nou, dan heb je toch een aardig stukje om op te schrijven. Maar dan is het altijd zo met dit soort dingen dat je natuurlijk dan de pen of je potlood kwijt bent. En daarom heb ik dus het andere stukje. Dat doe ik hier door het gaatje heen. En daar heb ik gewoon een knoopje in gemaakt. Wacht, je moet het ook niet zo ingewikkeld maken. Gewoon. Dubbel knoopje erin. En klaar. Hetzelfde geldt aan de andere kant om de pen. Het is wel handig om een pen te hebben met zo'n. Ja, hoe noem je dat? Houdertje eraan. Gladde pen, dat werkt niet. Of potlood. Kijk, zo heb je dus altijd je potlood ook bij de hand. Hij kan hier nog in, kan hem zo ophangen. En dan kan je rustig opschrijven wat je nog nodig hebt. Ik denk dat ik zo meteen ga opschrijven wat ik voor mijn tweede cadeautje allemaal moet klaarleggen. En dan... zien jullie dat donderdag? Het is verder nu een kwestie van leuk pimpen. Maar dat laat ik geheel aan jullie over. Dus mocht je hem gemaakt hebben, ik ben erg nieuwsgierig. Laat hem vooral zien op de groep. Vinden we hartstikke leuk. En dan ben ik het donderdag weer met het volgende cadeautje. Doei doei!